Daarvan is het natuurlijk ook perfect om rollers mee te maken. Mijn standaard recept voor een 5 ml roller is altijd 9 druppels lavendel. Dus die is prima om weg te geven als je iemand wilt helpen met een lekker parfum. Die ze kunnen gebruiken onder een voet of op een pols of in hun nek voor het slapen gaan. Maar je kunt hem ook heel goed gebruiken bijvoorbeeld als je inderdaad gestoken bent door een mug. 10 druppels, dat is een grotere roller, een 10 ml roller die hier in het voorbeeld gegeven wordt. 10 druppels lavendel, 10 druppels pepermunt en 5 druppels Purify. Nou heb je een van die oliën niet, heb je de Purify niet, dan laat je die weg. Doe je hem alleen met lavendel en pepermunt. Op je hoofd, op het moment dat je het gevoel hebt van hoofdspanning, op je hoofd, op je slapen en achter in je nek. En dat hoofdspanning is natuurlijk weer een cryptisch woord wat ik graag gebruik, omdat we sommige dingen niet mogen zeggen. Als je etherische olie in een bad wilt doen, dan adviseer ik je wel om.